Welkom bij alweer de 7e aflevering van Rondje Parklaan. Vandaag gaan we wel iets heel erg bijzonders doen. We gaan namelijk een kijkje nemen achter de schermen bij een archeologische vondst. Maar eerst ga ik in gesprek met Mark van Aannemer van Gelder over wat er allemaal gebeurt hier rondom de Albertstunnel. Mark, er wordt hier hard gewerkt bij de Albertstunnel. Wat zijn jullie hier aan het doen? Ja, er wordt inderdaad heel hard gewerkt. We zijn, zoals je kan zien, achter ons is het asfalt eraf gehaald. Zijn er nieuwe trottoirbanden gezet en nieuwe tegels. En is het riool, de putten zeg maar, zijn vervangen. Nou, behoorlijk wat. En ik begreep ook dat een aantal van jullie niet op vakantie gaan, want jullie gaan gewoon door in de zomer. Wat gaan jullie dan allemaal doen? Dat klopt. Dat is de wens van de opdrachtgever ook geweest, om de overlast tot een minimum te beperken. De overlast is al echt heel hevig en heel groot. Dat is jammer en dat proberen we echt tot een minimum te beperken. Daarom is er gekozen om in de bouwvak door te werken. En om te zorgen dat de overlast voor de fietsers en voor de auto's minimaal is, omdat de meesten op vakantie zijn. En we zullen dan de andere kant van de kruising aanpassen. Dus we hebben nu de oostzijde, de tunnelbuis hebben we gerealiseerd na dit weekend. En de westbuis die zullen we na het weekend in week 30, vanaf week 30, 31 en 32 aanpakken. En al die werkzaamheden deze zomer, dat klinkt wel behoorlijk pittig voor de mensen in de NK-wijk. Kan je daar iets over vertellen? Komen die straks nog een beetje goed van en naar huis? Dat is zeker pittig voor de mensen in de Enkerwijk. En daarvoor is er ook gekozen om in de bouwvak te werken. We hebben echt getracht om de overlast zo klein mogelijk te houden. Het neemt niet weg dat de overlast voor de Enkerwijk echt wel groot is. En we proberen het echt tot een minimum te beperken. En nou ben ik wel heel benieuwd, hoe ziet het er straks allemaal uit hier? Dan is alles vervangen. Hè. Dus dan is alle banden, alle trottoirbanden, alle tegels, alles is nieuw. Op de kruising bouwen dus de fietspaden, die hebben we nou niet meegenomen. Die zullen later nog een keer aangepakt gaan worden. Ja, dat zijn eigenlijk, zo ziet het eruit als wij klaar zijn na de bouwvak. Leuk, nou ik ben heel benieuwd. Dankjewel en succes. Ja, dankjewel. We gaan ons best doen om alles zonder al te veel overlast klaar te maken. We staan hier bij Hoeklum, langs de Edeseweg. En ik sta hier met Carmen van Archeologie van de gemeente Ede. En Carmen, jullie hebben iets heel bijzonders gevonden hier. Kan je daar wat over vertellen? Dat klopt. We hebben hier een duiker gevonden. Dat is een bakstenen bouwwerk dat onder de weg doorgaat om het water van de ene kant van de weg naar de andere kant te kunnen laten voeren. Hoe oud is die duiker? Dat weten we niet precies, maar we denken dat die uit het begin van de 18e eeuw dateert. En dat is gebaseerd op de aanleg van de Edeseweg samen met de uitbreiding van het landgoed Hoeklum. Dan wordt het kasteel Hoeklum wordt eigenlijk grotendeels herbouwd. En toen is ook het park uitgebreid en is het de waterweg aangelegd verderop in het Hoeklumse bos. Een sprengbeek en die voert het water naar de gracht rondom het kasteel Hoeklum. En dat water voert dan verder af hier zo naartoe door richting de Edeseweg. En om het dan onder de weg door te kunnen laten gaan is dus die duiker, dat is de functie daarvan. Ja, en komt het nou dan hè, dat hij weer in zicht komt door de werkzaamheden hier? Hadden jullie hem anders gevonden? Nee, als de weg niet open gaat, dan zouden we hem ook niet gevonden hebben. Nee. We weten natuurlijk dat hij er is, want daar gaat het water erin. En aan de andere kant van de weg komt het er weer uit. Dus je weet dat er iets zit waar dat doorheen gaat. Maar hoe die eruit ziet, dat hebben we echt kunnen zien door de werkzaamheden. Ja. En kunnen mensen nou nog wat terugzien van die duiker hier bij Hoeklum? Nee, dat is helaas niet mogelijk. Hij is bij de werkzaamheden is hij eruit gehaald en is hij vervangen door een moderne duiker van beton. En dat was nodig omdat hij toch niet betrouwbaar genoeg was. En om verzakking te voorkomen van de weg is besloten om hem weg te halen. Helaas, maar wel leuk dat we nog foto's hebben. Ja, dat klopt. We hebben wel de foto's ervan. Ja. En dankjewel. Nou, dat was hem weer. Heb je nou nog vragen? Laat hem achter in de comments. Of neem een kijkje op parklaan.ede.nl voor het laatste overzicht van de werkzaamheden en wat dat voor jou betekent.